In de achtste uitsturing van Ronte ben we in orde bekeep. Een groep vrijwilligers is een perifeline uit ijzet met het opknappen van de bosken die hem orde bekeep in Elizen. Hij is binnen geen bosken, maar parkbosken, ontworpen door de vernieuwde architect Roop Baert. Deze winter zullen de mooie in het Molenbos aan de slag. In Blije riet het bestuur van Dwarfsbelang haar taal op het werkatelier. Maar eerst kunnen er nog geen concrete stappen genomen worden voor de terp van de toekomst in de Boetendijkslaan. En in verzorgingshuis De Vinken in Koudum wordt het plan voor de tuin presenteren dat het dorp een wichtige rol in had. Deze vijver. Nico Kloppenborg is tuinarchitect en adviseerde de groep vrijwilligers hoe ze het werk het beste aanpakken kunnen. Hij had hem verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van de bosken, die in de 19e eeuw online binnen in opdracht van de rijke familie Willingen-Prins. Het bos werd vroeger heel anders beheerd dan tegenwoordig. Het is nu laat maar groeien. Maar in de tijd dat dit bos aangelegd is, dat was niet alleen maar voor de fun of voor het plezier, maar ook omdat het geld opbracht. Grote percelen waren volgeplant met eiken. En die eiken werden dan om de 10 jaar werd het gekapt. En de bast van die eik werd gebruikt om leer te looien. En dat is een heel lang een hele winstgevende handel geweest. Er moest geld komen en dit hele gebied was in handen van één meneer Willingen, met zijn vrouw Taatje. En die hebben dus deze bossen laten aanleggen. En tussen de bossen hebben ze een wandelroute gemaakt. Dus je kon rondom hun dorp, het hele dorp was van die familie Willingen, kon je een hele mooie rondwandeling maken. En nou zijn we bezig om die rondwandeling te herstellen. Naast eens meer over de bijzondere bosken van orde bekeep. In Blije komen Marie-Louise Meunes en Tjitske Andringa bij mekaar om de gekomsten van Middenstad te reden. Dwarfsbelang en de werkgroep van de Terp van de Toekomst komen dan bij mekaar om te zien hoe ver dat ze binnen met de plan en wat de krek barre mat. Nou ja, dan hoop ik daarna als ze naar buiten gaan dat het niet Ik hoop dat we gewoon de volgende stap zetten kunnen. Dus dat dat duidelijk is van, nou, wat moet er nou nog gebeuren? En dat paard dat er lezen dit in 2018. Nee, maar daar werken we voor. Deze zimmer had ecoloog Rutme van der Meer een natuurtoets dien. Dat is verplicht omdat de terp in een natuurgebied komt te lezen. De uitkomsten binnen nu bekend. Vanwege een tal klutenesten moeten er compenserende maatregels komen. Maar dat is de oorzaak. Op weg naar de terp hebben het afgelopen jaar en de jaren daarvoor een paar kluten gebroed. Dus je zit daar in een belangrijk broedgebied. Dus het is nu zaak dat wij kunnen aantonen dat met de bouw van de terp wij ook een aantal beschermende maatregelen kunnen nemen. Andere maatregelen waardoor het ene het andere compenseert, zeg maar. Nou ja, het mocht voor mij wel sneller. Hè? Op zich denk ik, als we nou het echt knopen terughakken kunnen, dat we nou echt, dan ik echt grote stappen zetten kunnen. Van mijn gevoel, ja. Maar ja, het is altijd al afwachten. Je weet er net wat er al je achter. Je weet natuurlijk ook niet wat uit het vergunningentraject komt en zo. Dus dat zou je ook moeten afwachten. Maar we streven er nog steeds naar dat de contouren van de terp en het pad ernaartoe er in september 2018 liggen. Wat is die idee voor een mooier Friesk landschap? Sjog op romte.tv en praat mij. Nou geven we de vis. Geven we naar de kamer. In verzorgingshuis De Vinken in Koudum wordt het eerste plan voor de tuin presenteren. Zwargorganisatie Patina had het dorp vregen mij te denken over de plan. Landschapsarchitecte Marieke van Zweden presenteert haar eerste ideeën. Ik heb even gekeken naar van wat... Ja, wat... Zou dit karakter nou kunnen omschrijven? En ik heb het erf kwam in mij op als iets wat
een mooie omschrijving zou kunnen zijn van dit terrein. En ik heb even gezocht op erf en dit is wat ik tegenkwam. En ik denk dat dat wel heel mooi het karakter van de vink kan omschrijven. Dus aan de ene kant ontmoeting, activiteit, maar ook rust en ruimte. En een sterke verbinding met de omgeving. Er ontbreekt wat mij betreft, maar ik vertel het zachtjes dat je er niet van spreekt, dat er iets ontbreekt. Er ontbreekt een waterpartij. En dan denk ik niet aan een heel diep water, niet aan een zwembad waar de mensen met in moeten. Nee, ik denk eerder aan moerasachtig water. Laten we zeggen, halve meter diep, planten, waterplanten erin, brengt vogels, brengt insecten. Het is een stukje leven en een geheel. Ja, in mijn beleving is dat wel heel mooi dat we dat ook in die binnentuin kunnen gaan doen. Ik kijk hier naar de plattegrond en je ziet bovenin is Koudum en dan is het dus eigenlijk een heel gesloten blok vanuit Koudum gezien. In plaats van de schuine lijn van de Slaperdijk zou je veel eerder moeten kantelen richting het centrum. Dat je dus vanuit het centrum eigenlijk 3-4 keer ergens dat terrein binnenkijkt. En ik ben bang dat dit erg gesloten gaat worden. Ik denk vooral dat de suggestie over de zichtbaarheid ook vanuit het dorp en ook vanuit de achterkant vanaf de Slaperdijk, dat het terrein eigenlijk best wel besloten is nu. En dat we vooral ook voor moeten waken dat het in de nieuwe opzet niet gesloten wordt. Dat het niet iets is van, dat ligt aan de rand van het dorp, dat ligt achteraf en daar hebben we niks mee te maken. Maar dat het echt een open plek is waar ook mensen uit het dorp graag naartoe willen gaan. Dus dat is wel, ik denk, een belangrijk punt om mee te nemen in de verdere uitwerking. Wie heeft nog iets toe te voegen wat je vanavond nog niet kwijt heeft gekund? Intussen begint Ek van de Vinken de tier te dringen. Eens wil de directie wel gauw los met de sloop en nijbouw. Maar dan moet er eerst green licht wezen vanuit de gemeente. Dank u wel voor uw komst. Ja, leuk. En ik ga ervan uit dat we jullie nog wel dit jaar treffen op begin volgend jaar. In die tijd van Willingen-Prins werden de paden in het parkbos aangeharkt. En ik denk dat het blad misschien wel op een composthoop kwam toen. Want Willingen had bij zijn landhuis een enorme groentetuin. En ook heel veel hele mooie bomen. Maar de paden werden afgestrooid met wit zand, zodat je dat goed kon zien waar je liep. Maar nu is het één dikke laag zure bladhumus. Heel veel eiken, dat is echt heel zuur. En er groeit eigenlijk niks meer op. Langs die paden stonden allemaal eikenbomen. Die stonden ongeveer op 1,80, 2 meter uit elkaar. Er staan een paar hele dikke tussen. Dan denk je, nou, die zijn heel oud. Maar die hele dunnetjes, die kunnen ook wel heel oud zijn. Maar die hebben niet zo goed zich ontwikkeld. Het is hele arme grond, dus ze groeien niet snel. Je hebt zo'n bos wat na 200 jaar oud is, natuurlijk niet in 2 jaar weer helemaal up-to-date. Daarom is het ook zo fijn om met zo'n groep mensen uit het dorp te werken. Die pakken het per onderdeel aan. Die gaan niet meteen hup erin. En het heeft helemaal niet te maken met geld meteen. Maar ze doen het gewoon omdat ze het werk leuk vinden. En omdat ze een goede dagbesteding hebben. En omdat ze het resultaat mooi vinden. Als je ook een idee voor een mooie Fries landschap, zoek op romte.tv en praat mij. Romte is de werptiers die 9 januari is. Dan het vervolg op de mooie plannen in Orde Bekeep, Snits, De Pijnemieren, Blijen en Koudum.